mensen en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik mijn Squad Battle Rewards voor jullie. En nog een extra pakketje die ik bij de SBC's heb vrijgespeeld. En daar gaan we nu beginnen. Dus ik heb in totaal 3 pakketjes. En ook nog de preview pakketjes, oftewel de pakketjes die je eerst ziet voordat je koopt. Heb ik ook nog. Maar laten we beginnen met de pakketjes. Een Jumbo Premium Goud pakket, een Premium Jumbo Goud pakket, dus 2 Premium Jumbo Goud pakketten en 1 topgemengd spelerspakket. We gaan beginnen met het topgemengd spelerspakket. En dat is helemaal niet goed. Een 82 speler is niet heel goed. Gaan we door naar het volgende pakketje. Kijken of dit wel goed is. Ik kom even niet aan mijn woorden, maar dit is Marcelo. En dat is ook niet goed. Dit is niet heel goed. Dit is niet heel goed. Als beste nog steeds een 82 speler. En als je als 82 speler, als een 82 speler je beste is, dan is dat niet goed. Dus ik kwam weer even niet aan mijn woorden, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat kan gebeuren. Dat ik even niet uit mijn woorden kom. En dit is Canales. Canales is 83. Ja, inderdaad, Canales is een 83 speler. Dat is tot nu toe het beste. Maar nog niet goed genoeg. 83 is redelijk, maar niet goed genoeg. Dit zijn wederom matige Squad Battle Rewards en een matig SBC pakketje die ik heb vrijgespeeld. Canales verkoopt namelijk voor 1k, oftewel 1000 coins. 1k betekent op FIFA 1000 coins. Dan gaan we door met de preview pakketjes, oftewel de pakketjes die je eerst koopt voordat je ze ziet. Of nee, ik bedoel, nu zei ik het andersom, de pakketjes die je eerst ziet voordat je ze koopt. Wat is dit? Dat is heel goed, Dat is Thiago. Het is Thiago. Maar ik bedoel, dat is de pakketjes die je eerst ziet voordat je ze koopt. En deze gaan we kopen, want het is Thiago en dat is gewoon prima hoor. Een 86 speler die voor 10.000 coins verkoopt. Want ik ga hem voor 10.000 coins verkopen en hopelijk verkoopt hij dan ook meteen. Ik ga dat allemaal even wegdoen. Koopt ongeveer voor 10.000 coins. Zijn maximum waarde is 30.000 coins. Maar ik ga voor 10.000 coins erop zetten. En hopen dat hij dan meteen verkoopt. En dan gaan we door naar nog een goud pakket. Oftewel nog een preview pakketje van de goud pakketjes. Oftewel nog een pakketje die we eerst zien voordat we kunnen kopen. En dit is volgens mij Savic. Ja, dit is Savic van Atletico Madrid. Dat is dan weer minder. Maar we hebben gewoon Thiago gekregen en ik zie aan mijn coins dat hij al, ik zie aan mijn coin aantal linksbovenin dat hij al verkocht is. Voor 10.000 coins en dat is helemaal niet verkeerd. En dit is het zilverpakketje en dat is niet heel goed. Maar dan wil ik je alvast bedanken voor het kijken naar deze video. De blauwe mogen gelijk beneden zijn bij het aan. Als je geabonneerd bent, dan gaan we nu eerst nog even kijken of de spelers verkocht zijn. En ja, volgens mij is Thiago, zoals ik zei, al wel verkocht. En de andere spelers nog niet, of wel. Maar dat gaan we nu zien. Maar dan wil ik bedanken voor het kijken. De blauwe mogen gelijk beneden zijn bij het aan. Als je geabonneerd bent, en dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. En dat is, dames en heren,
de groeten.